Blijf hier, hè, anders kom je niet meer in beeld. Ja. In beeld. Welkom bij aflevering 5 van Hansje! Het was niet best. We zagen door de bomen den bossen niet meer. We stonden weer met beide beentjes op de grond. Wat een stelletje tamme knienders, hè. Man, riep voor de slacht. Ik droomde, ik werd gillend wakker. Lagen er 3 bossenbollen in bed bij me. Zie die trein van ons maar op de rails te houden. Dat lukt zelfs de NS niet. We zullen moeten overstappen naar een intercity met meer snelheid. Knekken denk. Die Sven Braken die deed tenminste nog zijn stinkende best. Hij was boos over zijn collega's. Met te weinig inzet. Jongen, het leek wel een wei met makke lammetjes. Jullie hebben een dierentuin in Emmen. Maar die hebben wij ook. Kijk maar eens hoe mooi. We hopen toch door die achterhoede van Hully heen te komen. Zodat het een Emmentaler kaas wordt. We gaan gaten in die kaas schieten. Dat moet lukken. Zoals het spreekwoord is, als de een schaap over de dam is, staat het hek los. Dinsdag mogen we weer naar die Emmentalers. Voor de beker. Lekker spannend. Scheidsrechter. Ik moet nog een blommetje kopen, want Kevin fluit. Het moet toch een keer lukken om het goede ritme weer te krijgen. Ik heb er wel vertrouwen in. Laat ons supporters niet in de steek. 6 punten voor 2 wedstrijden is toch niet te veel gevraagd. Jullie blij en wij ook weer blij. Iedereen blij. Houdoe en tot volgende keer.